burgemeester Bergman was tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beuningen zeer te spreken over haar eerste jaar in het burgemeesterschap. De 56-jarige Bergman weet waar de gemeente op vooruit is gegaan in 2019. Ik denk eigenlijk, zijn drie dingen waar we in Beuningen eigenlijk nu mee bezig zijn. En vanuit het bestuur zal ik even zeggen. De begroting is heel netjes op orde. We zijn een van de weinige gemeenten in de regio dat we zwarte cijfers draaien. We zijn ontzettend goed bezig met duurzaamheid. Niet alleen vanuit de raad en het college, maar eigenlijk in de hele gemeente. Vandaag is de Kipster geopend in Beuningen. Nou, duurzamer kan je het haast niet krijgen qua kippenboerderij. En ik denk de zorg voor elkaar. Ik denk in Beuningen kijken we naar elkaar om. Onlangs hebben we een dagelijks leven, een kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie geopend. Ja, dat zijn op die drie thema's. Ja, we hebben echt hele mooie dingen het afgelopen jaar gedaan. En dat moeten we in 2020 gaan voortzetten. Ja, de aandachtspunten zijn voor mij is de verbinding met elkaar houden en naar elkaar omkijken. Ik denk dat je soms wel in een debat ziet dat er best wel een verruwing is naar elkaar. Nou hebben we daar in Beuningen wat minder last van. Maar ja, alles wat landelijk gebeurt, sijpelt ook door, hè, naar lokale gemeenten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, ook al ben je het niet met elkaar eens, dat je wel in gesprek blijft met elkaar en dat je begrip hebt voor elkaars standpunten. Ook benadrukte Bergman in haar toespraak dat de invloed van jongeren erg belangrijk kan zijn voor Beuningen in de toekomst. Nou, wat je ziet is dat eigenlijk in Nederland vergrijzen we ook, hè? Dus ik zeg niet dat ze in de minderheid zijn. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat jongeren ook niet onderschatten wat de impact is van beleid, wat Rijk, wat provincie en lokaal wij hier verzinnen. En daarom vind ik het heel belangrijk dat jongeren ook betrokken zijn bij de samenleving. Want het is uiteindelijk de toekomst van de jongeren. Die gaan hier hun toekomst maken en leven en werken en een gezin stichten. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat zij meebepalen wat de toekomst van Beuningen is.